januari 2017, betreft acties in Syrië, inlichtingen t.kerkwarin@aob.nl aan Bond van Leraren en de Alliantie voor Leerkrachten ten aanzien van Wilco Valies, voorzitter, valies.wilco@gmail.com. Beste collega's van de Bond van Leraren en de Alliantie voor Leerkrachten, de Algemene Onderwijzersbond heeft vernomen dat op dit moment, na verschillende eerdere zorgelijke periodes waarin loonverhogingen van leraren en investeringen in het onderwijs uitbleven, in Suriname opnieuw een situatie is ontstaan waarin gemaakte afspraken die moeten leiden tot een fatsoenlijk en leefbaar loon door de bewindslieden niet nagekomen worden. Daarnaast hebben we vernomen dat leerkrachten die het werk hadden neergelegd bedreigd zijn met ontslag of overplaatsing. Een moeilijk financieel-economische situatie van een land mag nooit een reden zijn om vakbondrechten te schenden. De Republiek Suriname heeft conventie C098 van de Internationale Arbeidsorganisatie geratificeerd en is daarmee gehouden aan het respecteren van de rechten van werkenden. Het recht op een fatsoenlijke sociale dialoog hoort ook in lastige situaties voorop te blijven staan. De financieel-economische situatie van een land mag ook nooit een reden zijn om volledig voorbij te gaan aan de noden van het onderwijs. Het is juist onderwijs van goede kwaliteit dat de sleutel vormt tot economisch herstel. Een bevolking die goed opgeleid is. Immers, met ieder jaar goed onderwijs, extra daalt de kinder- en moedersterfte, leven mensen gezonder, stijgen de kansen op werk en voldoende inkomen, daalt de armoede, groeien democratie en tolerantie, profiteert het milieu en groeit de economie van een land. Dit noodzakelijk herstel kan echter nooit worden bereikt als de mensen die een sleutelrol kunnen en moeten vervullen, de leraren, het andere onderwijspersoneel, alsmede hun organisaties, ondergewaardeerd en soms zelf gechauffeerd worden. De Bond van Leraren en de Alliantie voor Leerkrachten vechten nu voor een daadwerkelijke herwaardering van de leraar en het onderwijs. Een belangrijke maar moeilijke strijd die op vele manieren gevoerd kan worden, maar waar met het oog op de toekomst van Suriname niet aan te ontkomen valt. Met deze boodschap van solidariteit wil de Algemene Onderwijzersbond het bestuur en de leden moed en wijsheid toewensen bij alle vervolgstappen die nog genomen moeten worden. Wij worden graag op de hoogte gehouden van de ontwikkeling. Met vriendelijke groet, Lisbeth Verheggen, voorzitter.
What is that? What is that? Peace. Bent u Japanse of Chinese? Beide. Beide. Oké, okay, peace. Mijn roer, mijn roer,